ja, buitenspeeldag. Dat is op zich een heel vrolijk gebeuren. Maar hier in Almelo zit er toch wel een beetje een triest randje aan. Want vorig jaar is een jochie van 4 jaar aangereden. De bestuurder trof weliswaar geen schuld, maar het heeft zoveel indruk gemaakt op de bewoners hier. Dat besloten is om extra actie te houden voor een veilige woonwijk. Het leeft hier nog steeds. Dat ongeluk wat hier gebeurd is, wat verschrikkelijk is, dat blijft hier leven. En daarom is het wel een hele goede plek om er weer aandacht voor te vragen. Niet voor de kwestie van toen, maar omdat het hier nog, omdat het hier blijft leven. En hier gewoon heel veel kinderen spelen op straat. En dat is nou belangrijk. Er zijn hier diverse speelvelden, maar die worden af en toe gebruikt als hondenuitlaatveld, wat niet de bedoeling is. En er zijn dus diverse problemen, waardoor kinderen hier ook wel heel graag op straat spelen. En dat moet kunnen in een woonwijk. Het klinkt heel mooi, een 30 kilometer zone, maar het is niet een oplossing voor alle snelheidsproblemen, toch, in wijken? Nee, uiteindelijk zal het bord misschien het gedrag van mensen veranderen. En daar begint het natuurlijk. Als mensen zich netter aan de snelheid houden en rekening houden met de omgeving, weten dat hier kinderen spelen, dan is de oplossing het snelst gehaald. En daar gaat het uiteindelijk om. Hier wordt te hard gereden. Ja. Er zijn nu drempels geplaatst, maar er wordt nog hard gereden. Ja, mensen leren er blijkbaar niet van. Ja. Heeft u een auto? Ja. En houdt u zich altijd keurig aan de snelheid van 30? Ja, zo goed als altijd. Zo goed als altijd? Ja. Maar dus ook wel eens niet? Nee, maar er moet er echt iets aan de hand zijn. Alleen als er iets aan de hand is dat ik echt weg moet, dan, maar anders is het gewoon 30. Er wordt hier te hard gereden, hè? Ja, best wel. Dat weet ik niet. Ik woon zelf aan de Paganini-straat en daar rijden ze wel eens met honden doorheen. Dus dat gaat gewoon te gek. En met name s'avonds als het iets later is, dan wordt gewoon nergens naar gekeken. Gewoon gas erop en planken. 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door gedrag. Dus als bewoner, buurtbewoner, of ben je zelf ook verantwoordelijk voor je eigen verkeersgedrag. Dus je kunt zelf ook bijdragen aan de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Dat is een van de moeilijkste dingen om te veranderen, hè? Het gedrag. Klopt. We zien dat het ook heel moeilijk is omdat mensen elkaar niet meer kennen in de buurten en wijken. Durven elkaar ook niet meer aan te spreken op gedrag. En wij proberen met ludieke acties, met ludiek materiaal. En, de buitenspeeldag is een van de mogelijkheden om op een ludieke manier elkaar weer aan te spreken op gedrag. We'll be right back.